Vandaag een nieuwe video. Yo mensen, het is je boy Dylan hier. Vandaag een nieuwe video. Het gaat gaan over Crossing Wissenaken B tegen VK Simikos. Wij hebben dus straks om 10 uur gespeeld tegen VK Simikos. En ik stond natuurlijk in de basis met Xenia, met Glenn, en Glenn was er niet bij zelfs. Er waren heel veel mensen bij. En de match is geëindigd op een 4-4 gelijkspel voor beide ploegen. Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn best gedaan. Het was echt een toffe match. Ik heb veel moeten bewegen. Bewegen. Zoals ik altijd als een trainer zegt. En ja, ik heb geprobeerd om elke bal die ik had af te geven. Ik heb ook zelf een keer een actie geprobeerd. Maar het lukte allemaal niet zo goed. Dus misschien de volgende match. De volgende match van ons is trouwens tegen Westerlo. Westerlo, jullie kennen wel. Als jullie Westerlo niet kennen. Westerlo is een ploeg. Ja, uit Westerlo. Uit Westel. Ja, dus Westerlo is een heel goede ploeg. Wel, uiteindelijk wel moeilijk tegen VK Simikos. Vandaag. Vandaag is zondag 7 oktober. Dat is kei moeilijk tegen VK Simikos. Maar we zijn er doorgekomen met de hulp van Zoe. De hulp van David, Bjorn en eigenlijk alle ploegen. Eigenlijk alle mensen die bij ons hebben gestaan. Zoals Tommy en zo. Tommy, als je deze video kijkt, echt een goede match gekeept. Ik heb ook geprobeerd om zoveel mogelijk ballen weg te werken, want ik ben er rechtsachter, zoals jullie al weten. Ik heb geprobeerd alle ballen weg te werken. Maar soms lukt het gewoon weg niet. Waarom niet? Omdat, ja, er zat er dan iemand tussen en dan ging die bal naar hem en ja. Maar ik heb het geprobeerd en voor 90% is het wel goed gelukt. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om mijn ballen zo weg te werken. Ik weet dat ik in herhaling wil, maar ik ben echt blij met een 4-4 gelijkspel. Het is een logische uitslag. Als je ziet, dat we eerst 0-2 achterkwamen, dan 2-2, dan terug achterkwamen, dan terug gewonnen. Allee, terug 2 doelpunten bij gescoord. Maar het was echt wel een toffe video. Ja, ik hoop dat jullie deze video tof is. Het is eigenlijk zo'n beetje een update video op zondag. Maar ik heb echt geprobeerd om mijn match goed te doen. Mijn maestro is komen kijken. Steve als een vader is komen kijken. Maar het is echt wel goed gelukt. Vonden jullie deze video tof? Smash dan zeker de like button. Willen jullie dat ik nog reageer op matchen? Smash dan zeker de like button. Ga reageren hieronder in de comments. Plaats iets. En ja, ga zeker abonneren als het balkje groot is. Laten we de 110 halen tegen binnen een paar weken. Dat ik terug een video kan maken over Westerlo Crossing Wissenaken. En zoals ik altijd zeg, ja, doei!